allemaal en welkom bij deze eerste editie van De Grote Weerquiz. De quiz om te testen hoe het ervoor staat met jouw kennis van het weer, maar vooral om gewoon een hele leuke avond te hebben thuis. 15 deskundigen staan te popelen om jou hun vraag te stellen, maar niet alleen aan jou, want ook in de studio hebben we mensen bereid gevonden om mee te doen, namelijk een meteoroloog, Alfred Snoek, en een niet-meteoroloog, René Westening. En ze spelen mee vanuit hun eigen corona-proof bubbel. Alfred, vertel eens, wat denk je? Ga je winnen vanavond? Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Oké, dus jij gaat er met de overwinning vandoor? Nou, die kans schat ik toch wel hoog in, hoor. Als het tenminste echt weergerelateerde vragen zijn, moet het goed komen. Nou, heel veel succes. En René, directeur van Infoplaza, geen meteoroloog. Heb jij een speciale tactiek die je gaat hanteren? Of ken je de zwakke plek van Alfred? Nee, maar mijn speciale techniek, ik kan altijd wel heel erg goed gokken. Ja, dat kan altijd. Nou ja, als je het daarmee denkt te winnen, heel veel succes. 25% kans dat ik goed zit. Goed, jullie krijgen vanavond dus 15 vragen voorgeschoteld, welke allemaal meer keuze zijn. Je kunt je antwoorden invullen op het antwoordformulier, welke te vinden is op weerplaza.nl en op weeronline.nl. Ik zou zeggen, pen in de aanslag. En een kleine tip van mij, let ook goed op de pauzefilmpjes. Dan gaan we beginnen met vraag 1. En die wordt gesteld door een meteoroloog van Weer Online, Rico Schreuder. Hij is een echte liefhebber van de zon en is daarom even de zomerstatistieken ingedoken. Geen zorgen, het is echt een opwarmertje. Niet een al te moeilijke vraag dus. Goeiedag, ik ben Rico Schreuder, meteoroloog bij Weer Online. 23 augustus 1944, elke weerliefhebber en meteoroloog wist die datum uit zijn hoofd. Want in het Gelderse Warnsveld werd het namelijk die dag 38,6 graden. En nooit eerder was er zo'n hoge temperatuur in Nederland gemeten. Het was niet de vraag of, maar wanneer dit record zou worden gebroken in het opwarmende klimaat. Nou, uiteindelijk was het in 2019, dan was het zover. Eind juli steeg de temperatuur naar ongekende waarden. Maar weet jij wat nu de maximumtemperatuur in het land is en in welke plaats dit werd gemeten? Was dat A, 40,4 graden in Hupsel? Of B, 40,7 graden in Geelse-Rijen? C, 40,6 graden in Westdorpen? Of D, 40,4 graden in Eindhoven? Succes! Ja, het juiste antwoord op deze vraag was B. Op 25 juli 2019 steeg de temperatuur in het Brabantse Geelse-Rijen naar maar liefst 40,7 graden. En dit is dus nu het nieuwe temperatuurrecord in Nederland. Overigens steeg de temperatuur op die dag op meerdere plaatsen naar 40 graden of meer. Antwoord B dus. Nou, zoals we al zeiden, dit was een beetje een opwarmertje. Maar had je het toch fout? Geen paniek. Er is nog genoeg tijd om punten te scoren. Door naar de volgende vraag. En die wordt gesteld door een zeer ervaren en zeer gewaardeerde weervrouw, Margot Ribberink. Margot, ben jij wel in Nederland? Dit is niet in Nederland. Het is in Duitsland, net over de grens, en het heeft gesneeuwd vandaag. Sneeuw, daar wil ik het graag over hebben. En omdat de kerst eraan komt en altijd aan mij de vraag is gesteld, krijgen we een witte kerst, gaat de vraag over een witte kerst. Wanneer was het voor het laatst een witte kerst in Nederland? Was dat A in 2010? Was dat B in 2009? Of C in 1981? Of D in 2013? Succes! Het antwoord is vraag A. Dat was namelijk in 2010. En dan moet je er wel bij bedenken dat een witte kerst gedefinieerd is als 2 dagen een gesloten sneeuwdek in de beeld. Dus op beide kerstdagen. En in 2010 kan ik me dat nog heel goed herinneren. Ik had dienst bij Meteoconsult, het weerbedrijf waar ik 28 jaar voor heb gewerkt. Ik kon eigenlijk niet naar huis, want mijn huis was helemaal ondergesneeuwd. Er lagen zelfs sneeuwduinen tot aan de deur.
Dat waren nog eens tijden. Heb jij nou ook nog foto's van toen? Zet het op Instagram en tag Weeronline en Weerplaza. En volg ons ook meteen eventjes. Volgende vraag. Vraag 3 wordt gesteld door de altijd enthousiaste Robert de Vries. Weerman van Omroep Flevoland en een Emmeloorder in hart en nieren. Ik woon al 34 jaar in de provincie Flevoland. En als Flevolander ben je echt wel wat gewend wat betreft harde wind. Maar toch zijn er een paar stormen mij heel erg bijgebleven. Als we 13 jaar terug in de tijd gaan, naar 18 januari 2007. Een zware storm trok over ons land. Zeer zware windstoten. Heel veel schade was erbij en helaas zijn er ook meerdere doden bijgevallen. Wat was de naam van deze storm op 18 januari 2007? Was dit A. Daria, B. Kirill, C. Ciara of D. Francis? Je bedenktijd gaat nu in. Dat moet natuurlijk antwoord B zijn, storm Kirill. Het ging echt flink te keer op deze dag. Het is me echt heel goed bijgebleven. Ik heb deze foto die je hier op de achtergrond ziet ook gemaakt, vlakbij mijn huis in Emmeloord. De fiets van mijzelf op de voorgrond. En het geeft al aan wat voor kracht deze zware storm Kirill deze dag had. Antwoord B dus. Gelukkig komen dit soort stormen niet zo vaak voor in Nederland. Door naar de volgende. En die gaat over weerballonnen. Irene ten Voorde van Omroep Gelderland stelt je de vraag. Hallo, Irene ten Voorde hier van Radio Gelderland. Ik verheug mij in mijn programma Lunchpauze tussen 12 en 2 elke dag weer op de weerpraatjes van de mensen van Weerplaza. Nou, sowieso natuurlijk omdat het leuk is om veel te horen over het weer. Maar vooral ook omdat ik als kind het weer echt met de paplepel heb ingegoten gekregen. Mijn vader was namelijk in zijn werkzaam leven meteoroloog. En zo kwam het dat ik op de basisschool echt elk jaar een spreekbeurt hield over het weer. En dan nam ik van alles mee, oude weerkaarten, plotkaarten en ook weerballonnen, waar ik dan een heel verhaal over vertelde. Nou, en over zo'n weerballon, zo'n weersonde, gaat mijn vraag. Wat is de gemiddelde hoogte die zo'n weerballon bereikt? Is dat A, 5 kilometer, B, 15 kilometer, C, 25 kilometer of D, 35 kilometer? En dan het antwoord. Er zijn wel uitschieters bekend van een hoogte van 35 kilometer, maar de gemiddelde hoogte die een weersonde bereikt is 25 kilometer. En dat is dus het goede antwoord. En daarboven wordt de luchtdruk en de luchtvochtigheid en bijvoorbeeld ook de windsnelheid gemeten. Alfred, een fout antwoord. Je hebt gegokt op 15 kilometer. Waarom? Nou, het leuke is wel dat het meestal voor ons weerkundigen zo'n beetje tot 15 kilometer interessant is. Daarboven kunnen inderdaad die ballonnen nog wel komen. Maar met name de eerste 15 kilometer van de atmosfeer is voor ons zeker in de zomer interessant. Want daar speelt echt het weer zich af. Dus daar komen die flinke onweersbuien in voor. Dus misschien dat dat ook wel de reden is dat ik niet veel verder dan die 15 kilometer ben gekomen. Ja, ja, toch jammer, toch jammer. Dan gaan we door naar de volgende vraag. En die wordt gesteld door het enige echte gezicht van buienalarm, Donnie de Koning. Nou, dan moet je wel een liefhebber zijn van neerslag, denk ik zo. De vraag gaat dan ook over sneeuw. Bij buienalarm focussen we ons natuurlijk voornamelijk op de neerslag. En ik vind het altijd wel leuk als die neerslag valt in de vorm van sneeuw. Maar de afgelopen jaren zijn we nou niet echt verwend als we kijken naar de hoeveelheid sneeuw. Volgens mij is het alweer 3 jaar geleden dat er voor het laatst een dik pak sneeuw viel in Nederland. Op 10 en 11 december 2017. Maar in welke regio viel toen de meeste sneeuw? Viel de meeste sneeuw in A. omgeving Assen, B. regio Apeldoorn, C. de Limburgse Heuvels of D. de Achterhoek? Succes!
Het goede antwoord is antwoord B, de regio Apeldoorn. In die regio viel wel tot 30 centimeter sneeuw. En in de hoger gelegen delen viel zelfs tot 40 centimeter sneeuw. Dat kunnen we ons nu nog nauwelijks voorstellen. Ja, ik hoop namelijk dat we deze winter eindelijk weer eens een dik pak sneeuw gaan zien. Maar of dat ook gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag. Dankjewel Donnie. Dan gaan we nu door naar de volgende vraag. Het mogen duidelijk zijn, de volgende vraag gaat over bliksem. En die wordt gesteld door onze eigen deskundige Wouter van Bernebeek. Op een willekeurige plek in Nederland onweert het 25 tot 30 dagen per jaar. Ik ben stormchaser en een stormchaser jaagt het onweer achterna. Deze foto heb ik enkele jaren geleden gemaakt. Hoe dichtbij slaat deze bliksem in? Oeh, dat is wel heel dichtbij. Is dat A, 20 meter? B, 50 meter? C, 100 meter? Of D, 200 meter? Het juiste antwoord is A, 20 meter afstand. En dat is natuurlijk veel te dichtbij, zelfs voor ons. Onweer is heel gevaarlijk en de bliksem gedraagt zich altijd onvoorspelbaar. Ga dus nooit buiten staan als het onweert. Nou René, een puntje erbij. Heb je moeten gokken of wist je dit ook? Ik zag zijn haar, stond steeds overeind. En er zit zoveel energie in bliksem dat het gewoon nog steeds recht overeind staat. Dus het moet dichtbij zijn geweest. Antwoord A. Ja. Waterdichte theorie, niks op aan te merken. Door naar de volgende vraag. En de volgende vraag... die gaat over eetlepels. Wat heeft dat nou met het weer te maken? Voor de echte zonliefhebbers zou ik zeggen, let extra goed op. Hallo, ik ben Ingrid. Ik ben huidtherapeut. Door te veel blootstelling aan de zon kan je onder andere huidkanker krijgen. Namens het Huidfonds wil ik jullie dan ook de volgende vraag stellen. Hoeveel eetlepels zonnebrandcrème heb je voor je hele lichaam nodig om je goed te beschermen tegen schadelijke UV-straling? A. 5 eetlepels. B. 7 eetlepels. C. 10 eetlepels. Of D. 12 eetlepels. Nou, ik ben eigenlijk niet meer nodig volgens mij. Ingrid heeft het allemaal al op een rijtje gezet. Maar toch voor de mensen die niet goed aan het opletten waren, hier nog even de opties. A, 5 eetlepels. B, 7 eetlepels. C, 10 eetlepels. Of D, 12 eetlepels. Het juiste antwoord is antwoord B. Je hebt ongeveer 7 eetlepels zonnebrandcrème nodig om je hele lichaam goed te beschermen tegen schadelijke UV-straling. Indien je je huid niet goed beschermt, is er een kans dat deze UV-straling doordringt in je celkernen en daar onder andere huidkanker veroorzaakt. Goed smeren dus. Antwoord B. 7 eetlepels. Nou, dat haal ik niet, maar jij haalt er 10, René? Ja, nou ja, ik ben 1,93 meter, dus ik had even uitgerekend ongeveer hoeveel lepels per hoeveel stukjes uit. Dus ik kwam op 10 uit. Ja, dat zou in jouw geval nog wel eens kunnen kloppen ook, ja. Ja, dat denk ik ook. Dus ik denk dat ze het fout had. Ai, 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 Ingrid. Volgens mij hoor ik hier dat je het fout hebt. Snel door naar de volgende vraag. En die is van niemand minder dan Marco Verhoef, een vast gezicht van het NOS Weerbericht. Hij stelt een vraag over het klimaat. Als je zoals ik al 25 jaar meteoroloog bent, dan word je niet zo heel snel meer verrast. Dan heb je alles wel zo'n beetje meegemaakt, denk je. Denk je inderdaad, want er gebeuren nog genoeg verrassende dingen. Neem bijvoorbeeld het klimaat, dat verandert, dat weten we allemaal. En als we klimaat, als we dat bekijken, dan hebben we het vaak over de temperatuur. Nou, zo'n temperatuur kun je over de hele wereld meten, een globaal, een wereldwijd gemiddelde. En dan is er een top 10 lijstje. En dat top 10 lijstje dat bestaat uit allemaal warme jaren uiteraard. En mijn vraag is, hoeveel jaren in die top 10 vallen na het jaar 2000? Zijn dat er A, 8, B,
5, C, 10 of D, 7? Nou, schrik niet. Dat is antwoord C. Dat zijn ze alle 10. En dat geeft wel aan dat het klimaat echt heel snel aan het veranderen is. Overigens is het jaar 2020 nog niet meegenomen in die reeks, omdat het jaar nog niet af is. Maar het jaar stevend ook weer af op een plaats in die top 10. Sterker nog, dat wordt waarschijnlijk een top 3 notering. Antwoord C dus. Alle 10. Door naar de volgende vraag. I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Eindelijk, een muziekvraag. En wie kan die beter stellen dan Hubert Mol? In ons land krijgen we steeds vaker te maken met flinke hoosbuien, in een korte tijd flinke hoeveelheid regen. Ik moet dan vaak denken aan een liedje, Raindrops Keep Falling on My Head, geschreven door Burt Bacharach en Hal David. Ze deden dat voor een film, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Het liedje is door heel veel artiesten op plaat gezet. Maar de grote hit was weggelegd voor... ja, voor wie eigenlijk? In 1970. Succes. Raindrops keep falling on my head. Was deze hit A van Bing Crosby, B van Barry Manilow, C van Dean Martin of D van BJ Thomas? Het lied Raindrops Keep Falling on My Head werd een grote hit in ons land ook voor BJ Thomas in 1970. BJ Thomas, antwoord D. Puntje voor een nee, maar nou Alfred, is niet zo goed hè? Nee, inderdaad. Muziek jaren 70, dan haak ik al snel af moet ik zeggen. Ja, dat blijkt. Nou ja, misschien heb je bij de volgende vraag meer geluk. En die vraag wordt gesteld door Yannick Dame, meteoroloog bij Weer Online. En hij gaat over... oh, hagelstenen. Hey, ik ben Yannick, meteoroloog bij Weer Online en Info Plaza. De weersituatie die er nog heel erg bij staat is die van 23 juni 2016. Hele zware onweersbuien trokken toen over Nederland. En in het zuidoosten kwam het zelfs tot supercells. Dat zijn de zwaarst mogelijke onweersbuien die maar kunnen ontstaan. En die zijn van Amerikaanse proporties. Daarbij vielen hagelstenen van maar liefst 7 centimeter doorsneden en ik heb zelfs foto's gezien van hagelstenen van 10 centimeter. Nou, gelukkig ontstonden er geen tornado's, maar de schade was wel heel erg groot. Het heeft nog jaren geduurd voordat alle schade was opgeruimd en gerepareerd. Nou is mijn vraag, wat is de grootste hagelsteen die ooit is gemeten in de wereld? De grootste hagelsteen van de wereld. Was die A 12 centimeter? B 15 centimeter, C 17 centimeter of D 20 centimeter. De grootste van de wereld. Het juiste antwoord is D. 20 centimeter. Nou, deze ijsknots kwam naar beneden in South Dakota in de Verenigde Staten. Nou, de Verenigde Staten is niet het enige land waar heel erg grote hagelstenen voorkomen. Ook in Argentinië, Libië en Bangladesh zijn ooit hagelstenen gezien van bijna 20 centimeter groot. In Nederland is de grootste hagelsteen ooit gemeten 9 à 10 centimeter. Oeh, ja, die komen hard aan. Gelukkig was die hagelsteen van net niet echt. Dan was het niet goed afgelopen. Door naar de volgende. En de volgende vraag is gericht op weer en wat dat kan betekenen voor auto's. Hij wordt gesteld door Christian Westerveld. Ja mensen, weer of geen weer, we willen natuurlijk toch veilig op ons werk kunnen komen. Of thuis, of waar dan ook naartoe. En dat we dat kunnen, dat danken wij aan Mary Anderson, want die heeft een fantastische uitvinding gedaan, meer dan 100 jaar geleden. Zodat we toch veilig op onze plek kunnen komen. Mary
Dankjewel, ze is intussen niet meer bij ons. Maar wat was nou die uitvinding? Was dat de autoband met profiel? Was dat de ruitenkrabber? Was het de ruitenwisser? Of was het de mistlamp? Is dat de mistlamp? Ik denk het wel. Of was dat de mistlamp? Zeg het maar. Nou jongens, zeg het maar. Was dat A, profielbanden, B, de ruitenkrabber, C, de ruitenwisser of D, de uiteindelijk toch gevonden mistlampen? Het antwoord moet zijn de ruitenwisser. Want Mary Anderson zat in 1902 in de tram en toen moest het voorraam open omdat de chauffeur het anders niet kon zien. Nou, dat was natuurlijk koud en vervelend voor de chauffeur en dat moet handiger kunnen, bedacht ze, en dat is dus ook zo. Ik ben ze zelf onderweg eens een keer kwijtgeraakt, dat was eentje, dat was al griezelig genoeg. Mijn oma is een keer allebei kwijtgeraakt, die vlogen zo van de auto af in een stortregenbui. Is gelukkig allemaal goed gegaan, maar dat wij de ruitenwisser hebben, danken wij aan Mary Anderson. Ik hoop dat ik je niet op het verkeerde spoor heb gezet. Het is dus niet de ruitenkrabber, maar de ruitenwisser. Antwoord C. En niemand minder dan Helga van Leur stelt je de volgende vraag. Hij gaat over weer en klimaat. En ik bereid je vast voor, het is een lastige. Ik heb 20 jaar lang de weerberichten mogen presenteren. En in die 20 jaar verandert er ongelooflijk veel, ook wat betreft het klimaat. Bij mijn afscheid dacht ik, weet je, ik ga eens even kijken hoeveel er eigenlijk in Nederland veranderd is. En wat denk je? Hoeveel is Nederland opgewarmd in die 20 jaar dat ik het weer presenteerde? Nou, denk maar even na. Ga ik het dus even gewoon lezen of zo. Best wel een lastige vraag, zeker als je ziet dat de antwoorden zo dicht bij elkaar liggen. Ik geef het je te doen. A, 0,2 graden. B, 0,4 graden. C, 0,6 graden of D, 0,8 graden. Succes! Nou, misschien ben je er al uit. 0,4 graden is het niet, want dat is de wereldwijde opwarming in 20 jaar. Maar in Nederland gaat het 2 keer zo hard. Dus het juiste antwoord is 0,8 graden opwarming in 20 jaar tijd. Dat gaat best hard. Antwoord D dus, 0,8. Voor de volgende vraag gaan we de natuur in. Boswachter Harco zie je regelmatig voorbij komen in de media. Hij is altijd druk in de weer, maar heeft toch nog even tijd gevonden om een bijdrage te leveren aan deze quiz. En zijn vraag gaat over vissen. Goedemorgen, ik sta hier in het Kuinde Bos. Ik ben Harco Bergman, boswachter bij Staatsbosbeheer. Ik heb een ijsboor bij me. In 2012 hebben we op deze plas de eerste NK ijsvissen georganiseerd. De vraag is, hoeveel vissen werden er gevangen op die dag bij het kampioenschap? Het evenement vond eigenlijk plaats in januari 2013. Maar goed, de antwoorden. A, 1 vis. B, 3 vissen. C, 0 vissen. Of D, 12 vissen. Ja, daar ben ik weer. Het antwoord is 0 vissen. En dat is dus antwoord C. Dames en heren, nu even serieus. De volgende vraag is van de directeur, Menno Bom. Hij geeft samen met René Westening leiding aan Infoplaza. De winterstorm van 18 januari 2018 had veel schade tot gevolg. Er werden die dag maar liefst 67 vrachtwagens van de weg geblazen. De vraag is, wat was de hoogst gemeten windstoot op die dag in Nederland?
Nou, dit is wel een vraag voor de echte kenners hoor. Dus het geeft niks als deze getallen hier niet zoveel zeggen. En je moet gokken, dat moet ik ook. A, 132 km per uur. B, 143 km per uur. C, 154 km per uur. Of D, 165 km per uur. De hoogstgemeten windstoot op die dag was 143 km per uur. Ik kan me die dag nog goed herinneren, omdat het hier bij Weerplaza natuurlijk alle hens aan dek was. Het was enorm druk, heel veel bezoekers op onze site. Maar er was natuurlijk ook een enorme chaos op de weg. Heel Nederland stond vast met files. Antwoord B. Geen punten voor Alfred, maar wel voor René. René, wist jij dit of heeft je mededirecteur Menno je soms even iets ingefluisterd? Nee. Ik werk al meer dan 25 jaar met Menno, maar dat gaat hij me echt niet vertellen. Dus deze wist ik gewoon. Nou ja, als jij het zegt, door naar vraag 15. En deze laatste vraag wordt gesteld door Sanne Riepema, werkzaam bij het AD. En hij gaat over witte kerst. Als vaste weerverslaggever voor AD.nl hing ik meerdere malen in de week aan de lijn met de mannen en vrouwen van Weerplaza. Onze lezers zijn namelijk dol op weerberichten. En dan met name hartje zomer en hartje winter. Kunnen we dit jaar schaatsen? Krijgen we een horrorwinter? En krijgen we dit jaar een witte kerst? Wist je dat dit laatste eigenlijk één grote illusie is? Want weet jij hoe vaak er sinds de meting in 1901 officieel een witte kerst gemeten is? Kom op jongens, laatste vraag. Pak dat puntje nog even mee. Is dat A, 18 keer, B, 10 keer, C, 8 keer of D, 15 keer? Kom op. Het goede antwoord is antwoord C, 8 keer. Op deze grafiek kun je zien welke 8 kerstmissen het waren. Een officiële witte kerst gaat weerboeken in als er een gesloten sneeuwdek ligt in de beeld. Dus als er een sneeuwbui valt op een van de twee kerstdagen, of alleen sneeuw ligt in bijvoorbeeld Limburg, dan telt het niet mee. Ik ben benieuwd of het dit jaar gaat gebeuren. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. En dat waren ze alweer, alle 15 vragen van de quiz. Eens even kijken wat het panel ervan gebakken heeft. En een kleine rekensom laat ons zien dat Alfred met 9 punten verloren heeft. De meteoroloog heeft verloren. Dat had toch niemand verwacht. Sorry. Maar we hebben ook een winnaar en dat is René met 10 punten. Heel goed gedaan. René, gefeliciteerd. En misschien heb jij thuis ook wel gewonnen. In dat geval ook van harte gefeliciteerd. Maar hier stopt het niet. Als je goed hebt opgelet, dan hebben we in alle pauzefilmpjes een letter verstopt. Dat was natuurlijk niet voor niets. Want met deze letters kun je een woord puzzelen. En mocht jij nou weten welk woord dit is, wees er snel bij. Want de eerste 3 inzenders die het juiste woord mailen naar weerquiz@infoplaza.nl... die krijgen deze fantastische weerparaplu toegestuurd. Nou, wie wil dat nou niet? Dus zorg dat je erbij bent. En daarnaast hebben we ook nog een open vraag voor je, namelijk. Wat is jouw verwachte temperatuur tijdens de jaarwisseling om 12 uur 's nachts op meetstation De Beeld? Denk jij dit antwoord te weten? Stuur het dan samen met jouw gepuzzelde woord op naar weerquiz@infoplaza.nl. En wie weet maak jij wel kans op prachtige prijzen. Doe het wel voor 30 december. Een hele fijne avond nog. Doeg!